Oh, maar weer een fout. En dan ligt het behoorlijk open. Het ligt helemaal open nu. Rasmussen. Voor het doel. Uitspelen en hangen. Maar het is niet hangen, want Marta glijdt ernaast. Linsson. Missouri kijkt vooruit. De combinatie lukt niet. Wahim zet een blok en dan ligt de ruimte. Is het 3-3. Hoe speelt Heracles dit uit? Armenteros. Bruns komt erbij om er 4-3 van te maken. Armenteros zelf. Armenteros! 17e doelpunt van het seizoen. En het moet een bevrijding zijn voor Heracles. Het loopt voor geen meter tot nu toe, maar ze staan wel voor. Nu in zijn eentje de clubtopscorer. Maar wat was Heracles toe aan een voorsprong. Hansson. Meestal dubbele dekking voor hem. Nu heeft hij de ruimte om er eens eentje voorbij te komen. Dat lukt. De voorzet valt goed en daar is de tweede. Daar is de tweede. De bevrijding voor Heracles. Er valt alleen ook wat op het veld. En dus wordt de wedstrijd stilgelegd. Het doelpunt telt. Maar tijdelijk gestaakt. Want vreugdebier. Daar zit niemand op te wachten. En het zal nog maar een keer gebeuren straks. Dan is er vanavond helemaal geen feest. En dan zie je inderdaad dat er wat door de lucht vliegen. Graag in dan rutsen voor alles en iedereen die in het stadion staat. Sta achter de ploeg alsjeblieft. Hier lijkt de derde aan te komen en daar is hij niet. Feilloos uitgespeeld, maar het is niet de avond van Owen als het gaat om het maken van doelpunten. Brouwer wacht, trapt de bal naar voren en dan is het afgelopen. Heracles Almelo keert terug naar de Eredivisie als kampioen van de keukenkampioendivisie. Vader Nico Jan, zoon Justin. Allebei aanvoerder geweest van Heracles Almelo als kampioen van de keukenkampioendivisie.